Kijk, de paashaasjes hebben ze ook. Vrolijk Pasen. Nou, duurt nog heel even. Al wel heel even. Het is bijna Pasen. Maar nu kan ik iemand blij gaan maken met een tijdschrift, met kafpapier, met kantoorartikelen. We gaan gewoon kijken. Mevrouw, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben van winkelcentrum Tolberg, van het centrum. En we zijn vandaag filmpjes aan het maken omdat het winkelcentrum 30 jaar bestaat. En ik zie hier allemaal geld liggen. U ging afrekenen. Ja, klopt. Nou, weet u mag dat geld terugpakken. Oh. Want ik heb hier namelijk de pinpas van alle winkeliers hier uit het winkelcentrum. Oh. En ik ga het cadeau geven. Wat had u gekocht? En ik had een intratuinbon gekocht. Een intratuinbon, maar die moet u cadeau gaan geven. Ja, klopt. Maar dan heeft u zelf nog helemaal niks. Nee, dat klopt. Dan vind ik dat u zelf ook nog wel een cadeautje verdient. Oh. Dus die bon ga ik afrekenen. Dus dat mag u sowieso terugpakken. Oh, die ga ik pinnen. Oh, dankjewel. Ja, graag gedaan. En als u nu zelf een cadeautje zou willen krijgen uit deze winkel, wat zou u dan heel erg leuk vinden? Oh, dat weet ik niet. Ik heb nog niet gedaan. Nee, daar denk je niet aan natuurlijk als je 's morgens wakker wordt en je gaat de cadeaubon voor iemand anders halen. Hou je van lezen? Ik lees niet zoveel. Hou je van tijdschriften? Wat? Hou je van de intratuin? Intratuin wel, ja. Want je hebt een cadeaubon gegeven. Ja, dat klopt. Van hoeveel? 20 euro. 20 euro. Als ik jou nou eens voor jezelf een cadeaubon ga geven van 30 euro erbij. Nou, dat is goed. Prima. Ik vind het leuk. Dan heb je, ja, dan heb je, geef je die cadeau. Maar dan moeten we wel even een ander zakje eromheen doen. Want niet dat je de verkeerde weggeeft dan natuurlijk. Want dan geef je 30 euro weg. Die 20 euro ga je weggeven en die 30 euro is voor jezelf. Ja, dankjewel. Graag gedaan. En ik zie die meneer staan. U staat met een boek, meneer. U moest nog afrekenen. Wat doet zo'n boek tegenwoordig? Dit kost 20 euro. Dit kost 20 euro. Nou, ik ben in een goede bui. Ik ben namelijk aan het afrekenen namens alle winkeliers. Het winkelcentrum bestaat 30 jaar en ik mag cadeautjes weggeven. Dus u krijgt van mij dit boek gewoon cadeau. Doen we er ook bij, ja. Ja, en zij wisten ook al niet wat er overkwam. Ik zie daar achterin nog volgens mij een meneer staan. Ga ik nog heel even snel naartoe. Je moet toch nog even alles scannen en doen, hè. Ben zo terug met de pinpas. Kijken of we die ook nog blij kunnen maken. Kijk, die staat ook van alles uit te zoeken. Goedemiddag, meneer. Hallo, ik ben van het winkelcentrum. Ik zie dat u kantoorartikelen nodig heeft. Ik ben op pad met de pinpas van het winkelcentrum, want het winkelcentrum bestaat 30 jaar. En ik mag mensen blij maken. En daar maken we een heel kort filmpje van om te laten zien welke leuke winkels hier zitten. U had dat nodig, dat papier? Dat heb ik nodig, ja. En heeft u nog meer nodig? Verder niet. Nou, mag ik het pak papier meenemen? Mag ik het voor u afrekenen? Gaat u dat voor me afrekenen? Ga ik voor u afrekenen. Ja, en vindt misschien nog een leuk tijdschrift voor uzelf? Nee, echt niet. Nee, echt niet? U bent hier blij mee? Ja, ben hier blij. Nou, dat is altijd fijn om te horen. Dan neem ik het kopieerpapier mee naar de kassa. Het is heel divers, maar ja, jullie zijn ook heel divers met de winkel. Het wordt printpapier of kopieerpapier. Een pak. Ik heb ja, die van mijn vriendin, die van het verjaardag van vandaag. Okay. Die geeft ze weg, die is 20 euro. Ja, klopt. Meneer, veel plezier ermee, hè? Bedankt. Graag gedaan. Okay. En een heel fijn weekend. Ja, ook zo. Dank u wel. De bonnen zitten erin. Deze, dat is mijn bon van mijn vriendin dan. Ja, dat is die van 20 euro. Ja, dat klopt. Maar ik heb nog die andere. Dat is die andere heb je nog niet, hè? Nee, die heb je wel goed apart. Houden. Ja, die zit hier. Wat gaan we eten van het weekend? Oh, lekker. Oh, nee, die is van mijn man. Dat is van mijn man. Dat is de boodschappen. Oh, dat zijn de boodschappen. Ja, dat zijn de boodschappen, ja. Heel goed. Die zijn ook al binnen de boodschappen. Dat klopt. En het boek wordt ook. Ook een cadeautje. Dat was een cadeautje voor mijn zoon. Die is jaren. Nou, hartstikke mooi. Dat is een goedkoop cadeautje geworden dan op deze manier. Lijkt me dat deze ook wel de moeite waard is om die dan nog apart bij te nemen. Ja. Nou, u mag uw portemonnee wegdoen. Dat boekje dat zal niet heel de wereld kosten, toch? 3,95. Nou, dat doe ik er dan. Dat doe ik er ook nog bij dan. Je bent wel geweldig aardig. Ja, nou dank u wel. Ja, en ik mag het namens alle winkeliers doen. Dat moet ik wel even vertellen. Want die hebben gezorgd dat er goed budget op de pinpas staat. Ja, wat wordt het? Nog nooit meegemaakt. Dat maak je meestal ook maar één keer in je leven mee. Ja, dat zoek wel. Hè? Wat wordt het totaalbedrag? Ik zal
79,69. 79,69, nou dan wil ik graag pinnen. Ja hoor. €79,69 en ik krijg het groene vinkje. Dat betekent dat ik geslaagd ben. En de bon. Kijk eens, alsjeblieft. Ja, u hartelijk bedankt. Graag gedaan en veel plezier op de verjaardag van uw zoon. En u heeft ook het geschenk, ja, boekenweekgeschenk. Daar was een hoop over te doen gisteren op het boekenbal. Maar daar zullen we het nu niet over hebben. En dan nog jouw cadeaubon, hè? Ja, klopt. Nogmaals bedankt. Graag gedaan, tot ziens. Nou, daar komt u hoor. Even. Mooi envelopje, €30. Heb je al een idee wat je gaat kopen bij de Intratuin? Leuke plantjes? Nee, nog niet echt zo specifiek. Daar heb ik nog niet echt snel over nagedacht. Nee, nou daar kan je even over nadenken. Want kijk eens, alsjeblieft, ja, die is voor jou. Dankjewel, Ivo. Heel graag gedaan, een heel fijn weekend, hè? Dankjewel. En alles lekker mee naar huis. Ja. En ik ga er ook weer vandoor. Oké, tot ziens. Dankjewel, doeg.